De president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desiree Delano Bouterse, heeft middels een nationale toespraak op radio en tv zich gericht tot de natie. Dit in het kader van COVID-19. Ter voorkoming van de verdere verspreiding van dit virus in ons kwetsbaar Suriname heeft de president drie noodzakelijke maatregelen vanuit de regering afgekondigd. 1. De instructie is dat u de komende twee weken te beginnen vanaf zondagavond 29 maart van 8 uur 's avonds tot 6 uur de volgende ochtend niet op straat gaat. Wij maken hierbij een uitzondering voor mensen uit de zorg, veiligheid en essentieel bestemmingsverkeer ten behoeve van het werk. Blijft u dus thuis. 2. Samenscholing zal vanaf heden beperkt worden tot maximaal 10 personen. Het Hoogste College van Staat, de Regering en Essentiële Diensten zijn hiervan uitgezonderd, mits zij social distancing in acht nemen. 3. Alle kansspelgelegenheden en casino's worden vanaf zaterdagmorgen 28 maart 10 uur tot nader order gesloten. Indien u zich aan deze instructies niet houdt, dan zullen de maatregelen noodzakelijkerwijs verscherpt worden.